Durf jij te zeggen wat eigenlijk jouw thema is? Ik bedoel, kijk, jij maakt tv, je schildert, beeldhouwer, je hebt graffiti gedaan. Je bedoelt van alles en nog wat. Hè? Een soort van octopus met vele armen. Maar goed, dat zijn de dingen die je doet. Wat probeer je uit te drukken? Of wat probeer je aan raadselen voor ons te verzamelen? Wat is jouw rode draad? Nou, ik denk dat dat vergankelijkheid is. Ja, dat is een breed thema. Maar dat zit er eigenlijk altijd wel in. Het bepaald besef van de tijdelijkheid van dingen. En door vele verschillende dingen te overschilderen... en terug te blijven komen op hetzelfde schilderij... oud materiaal te gebruiken, voel je eigenlijk als kijker al... dat gaat over iets wat er niet meer is. En ik denk dat het heel vaak gebaseerd is op herinneringen... en dingen die er niet meer zijn. Herinneringen aan wat bijvoorbeeld? Aan reizen of aan mensen die me hebben geraakt. Of, dat kan eigenlijk vrij breed zijn. Wat schiet je te binnen aan concrete illustratie? Aan welk mens of welke situatie of welk ding dat er niet meer is? Nou, ik heb een portret gemaakt van een vriend van mij... die is overleden een paar jaar geleden. Dat was een skater en een... dierbare jongen die Clyde heette. En daar heb ik een portret van gemaakt, maar een soort postuum portret. Nou, dat is heel iets anders dan dat je iemand voor je hebt. En als je de herinnering aan iemand hebt, dus dat kleur je ook in met alles wat je dan samen hebt meegemaakt. En dat waren gewoon goede tijden, skaten samen. En, hij was DJ. En dat en wat, is een voorbeeld. Jasper, wat brengt het een mens, wat brengt het de kunstenaar om dat te doen? Nou ja, je eert het moment. Je eert het leven eigenlijk ook op een bepaalde manier, denk ik. En wat geeft dat jou? Waaruit bestaat de bevrediging dat je dat thema covert? Goeie vraag, man. Ja, ik denk dat dat toch het hoogst haalbare is in gevoel. Dat als je iets maakt wat bij jou het diepste gevoel komt... van waar het over gaat voor jou in dit leven. Dat je dat kan maken en dat dat lukt. Ik wil niet zeggen dat het vaak lukt, maar als het lukt... Maar mag ik dan nog een stap verder gaan? Ja. Spreek me tegen als ik het allemaal overdreven verwoord. Maar zou het kunnen zijn dat er stiekem de wens aan ten grondslag ligt... dat je door er kunst van te maken het weer tot leven wekt? Zeker, ja, dat is natuurlijk zeker zo. En je houdt het bij je... En je vereeuwigt het letterlijk. Dus die persoon die vergankelijk is gebleken... of dat ding, of de situatie waarin je zat... wordt weer herschapen door jou. En... Mooi. Ja, ik vind het mooi dat je dat mooi zegt. Want als het gaat om een herinnering... Ik bedoel, als ik het kan zoiets moois zijn als een zonovergoten dag... die je doorbracht met je geliefde. Heel simpel, klein, hè? Maar ga het maar schilderen als het er niet meer is. En dat je dat heel dicht bij je wil houden, ja. Ik denk dat dat wel een van de diepere wensen is van het schilderen. We wandelen verder in Amsterdam-Zuid. We wandelen naar een beeld van Jasper Krabbé. Oh ja. Hoe heet het? Want je kunt volgens mij die titel op vele manieren uitspreken. Het heet J&B on Tour Saint-Jacques. Oké, we gaan van Engels naar Frans. Ja, dat kan. En daar gaan we weer. Wat zien we? Nou, het is een leeuw met vleugels die staat op een afgestompte toren... gemaakt van 2 tafeltjes op elkaar gestapeld. Het geheel is geplaatst. Komen die tafeltjes vandaan? Uit mijn atelier. Die stonden daar gewoon. Oh ja. Ja. Gewoon gevonden materiaal. Van. Ja, tuurlijk. Objet trouvé heet dat. Precies. Daar kan jij door naar de volgende ronde nu. En het geheel is geplaatst op een pallet. Dus ook een gevonden voorwerp. En er staat een grote boom naast de vliegende leeuw. En ik heb het gemaakt eigenlijk naar aanleiding van een tentoonstelling... die ik had gezien van Jean-Michel Basquiat in het... Centre Pompidou in Parijs. Laten we zo doorpraten over jouw werk. Maar Basquiat moeten we even in de verf zetten, letterlijk en figuurlijk. Nou ja, goed, een grote graffiti... uit de graffiti voortgekomen kunstenaar... die natuurlijk al snel de straat verruilde voor het museum en de galerie. Een hele grote meneer werd. En een hele grote... Werken gaan nu voor tientallen miljoenen over de toonbank. Miljoenen. En een heel oorspronkelijk iemand. En in die tijd ook zeker voor ons als jonge gastjes wel een voorbeeld, denk ik. Toen wij met graffiti hier in Nederland begonnen. Hoewel hij eigenlijk goed beschouwd nooit getagd heeft. Hij schreef poëzie op de muur. Wat eigenlijk veel toffer is dan alleen maar je naam. Maar goed, ik had die tentoonstelling gezien. En ik vond het heel indrukwekkend. En toen stond ik daar op dat dak uit te kijken over Parijs. En er is 1 toren die nooit is afgebouwd. En die raakte me. Ik dacht, stompe toren. Dat is dus de Tour Saint-Jacques. Maar op die stompe toren hebben ze wel op alle 4 de windrichtingen beelden gezet. En één daarvan is een leeuw met vleugels. Ja. En toen dacht ik, een leeuw is prachtig, want dat is natuurlijk de koning eigenlijk oppermachtig in het dierenrijk. Maar een vliegende leeuw is next level. En Basquiat heeft ook wel een bepaalde status van een vliegende leeuw, want hij heeft iets gedaan wat eigenlijk onmogelijk is. Hè? Als ook kunstenaar van kleur in die tijd, eigenlijk de eerste die dat op die manier zijn stempel drukte op de hedendaagse kunst. Waarom was hij enige tijd zo ongelooflijk controversieel? Nou ja, toch omdat mensen dachten dat het te makkelijk was. Dat gescribbel op een doek. En vanuit die graffiti was iets nieuws. Dus ik denk dat heel veel ogen daar nog aan moesten wennen. Dat is natuurlijk altijd ook iets wat je als kunstenaar doet. Is, als het goed is, loop je ook vooruit op wat de gemiddelde smaak is. Of wat, waar mensen aan gewend zijn naar te kijken. Is graffiti zelf eigenlijk wel een blijvertje gebleken? Zeker. Ja, graffiti is springlevend. En wordt nog steeds beoefend door heel veel mensen wereldwijd. Het is een kunststroming geworden die echt zijn wijd vertakt is. Ja, ik weet dat Frans Haks van het Groningen Museum graffiti ook het museum insleept. Zeker, die heeft vroeg aangekocht. Dat werd gehoond in eerste instantie. Ja, totaal. Maar die heeft dus wel Scene, Blade, Futura, Ramsey, al die boys van het eerste uur aangekocht. Ja.